Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft gisteren tijdens de spoedpersconferentie bekendgemaakt dat de wegomlegging in de binnenstad per vandaag is opgeheven. In de samenleving is er gisteren daarover enorm veel kritiek losgebarsten. Het verkeer in de binnenstad zat muurvast. Er zijn diverse films en foto's gedeeld van de files op social media. Amoksi zegt dat het korps die ook onder ogen heeft gehad. De volgende kruisingen zijn vanaf vandaag wederom opengesteld. Jodenbree en Magerestraat, Dominee en Jodenbreestraat en Steenbakkerij en de Zwaardehovenbrugstraat. Inderdaad heb ik heel wat klachten mogen vernemen. Ik heb zelf droombeelden gezien. Maar later op de dag heeft de korpschef mij dus aangegeven dat als het ware het verkeer was losgekomen met de omlegging. Maar net zoals u zelf zegt, aan de hand van de verscherpte maatregelen, waarbij dus dan de belangrijkste handelszaken dicht zullen zijn, zullen we waarschijnlijk de omlegging moeten opheffen, omdat de verwachte drukte dan in de binnenstad zal wegblijven. Ik denk dus dat we inderdaad de wegomlegging zullen opheffen. De medewerkers van casino's hadden voor vandaag een prikactie gepland, maar die is vanwege de verscherpte maatregelen opgeheven. Minister Amar Amadeen van Volksgezondheid vond het onterecht dat er mensen wilden gaan protesteren in de binnenstad. De samenleving, met name de sectoren, moeten begrijpen, dat heb ik ook keer op keer gezegd, dat wij niet proberen mensen het brood van hun hand af te nemen. We proberen op een zo objectieve en zo eerlijke wijze uw gezondheid te beschermen. Een protestactie in zo'n tijd zal voor nog meer chaos zorgen, omdat mensen bij elkaar gaan komen. De samenscholing is vastgesteld op 5 personen. Ik ga niet dreigen of wat, maar we moeten ons wel houden aan het presidentieel besluit. En ik denk dat er daarvoor genoeg ruimte is om te praten. De regering heeft met verschillende groepen gesproken. Ik denk niet dat sectoren ooit zoveel ruimte hadden gehad om te praten. En we zijn nog steeds bereid in overleg te treden met elke sector die van mening is dat zij worden benadeeld. Minister Amar Amadeen van Volksgezondheid. Hij sprak gisteren over de prikactie die de medewerkers van de casinobranche vandaag hadden gepland. Deze is vanwege de verscherpte maatregelen ingetrokken.